Hallo allemaal, vandaag gaan we het wat meer hebben over de F3-afwerking, dus eigenlijk het oppervlakte volledig afwerken. Vorige keer hebben we de F2B-afwerking gedaan, die is nu volledig droog en kunnen we daarop verder gaan. Wat ik nog wel even wil meevertellen is, als je dus voor een hogere afwerkingsgraad gaat kiezen en je standaardafwerking is de F2A, dan kies je ofwel voor een F2B-afwerking ofwel voor een F3-afwerking. Het is niet de bedoeling dat je eerst een F2B-afwerking gaat zetten op je F2A en dan nog eens naar F3. Dat is niet de bedoeling. Eenmaal als je F2A, je standaardafwerking hebt, ga je de keuze maken ofwel gaan we voor een F2B ofwel gaan we voor de F3. Vandaag bespreken we de F3. Zowel machinaal als handmatig gaan we hem even voordoen. Onze F3-afwerking, machinaal. De unit heb ik opgestart en ik ga jullie nu duidelijk laten zien hoe je eigenlijk machinaal een dunpleister kan aanbrengen op een wand. Je gaat zien dat dat heel snel gaat en dat dat minder arbeidsintensief is dan hoe dat ik daar straks heb gedaan met de lijmkam. Natuurlijk is dat een mogelijkheid die niet iedereen heeft, maar dit is dan echt meer naar de professional bedoeld, die effectief grotere oppervlaktes gaat doen en waarbij dat ja, machinaal wel een heel groot voordeel is. Vandaag gaan we het wat hebben over de F3-afwerking. Vooral dan het machinaal plaatsen, ook wel het handmatig plaatsen, maar vooral het machinaal plaatsen. Ik gebruik daarvoor een airless toestel van Graco, de Mark 7. Krachtig toestel, ideaal voor het verspuiten van dunpleisters. Het toestel op zich is voor mij ideaal, omwille van het feit dat het vrij compact is, vrij handig om te verplaatsen. Ik kan dat zelf altijd verplaatsen, ik krijg dat heel gemakkelijk in en uit de bestelwagen, ik krijg dat heel gemakkelijk op een werf. Er hangt ook 30 meter darm aan, wat ook dikwijls wel gebeurt is dat het toestel gewoon bij mij in de bestelwagen blijft staan en dat ik mijn 30 meter darm ga gebruiken om op de werf binnen te geraken en dat ik dan ook meestal alles daar gespoten kan krijgen. Naar onderhoud toe van het toestel is dat allemaal vrij eenvoudig en zit allemaal heel goed in elkaar. Op zich poets ik het niet altijd na iedere spuitbeurt. Zoals nu op dit moment is het toestel volledig gevuld en staat hier toch al een zestal weken gevuld met de pasta in het toestel. Dus op zich kan dat geen kwaad, zolang er geen lucht aan kan, kan dat ook niet uitdrogen en kan dat dus totaal geen kwaad voor dat toestel. Als ik het echt heel lang niet gebruik, dan ga ik het wel leeghalen en dan poets ik het wel. En dan trek ik er een aantal speciale producten in om dus te zorgen dat al de dichtingen en alle de darmen en dergelijke, dat dat allemaal fatsoenlijk blijft en dat dat niet gaat uitdrogen. Als ik spuit met het toestel, werk ik 90% van de gevallen altijd met de hopper. De hopper is eigenlijk een grote bak waar dat een vijftal zakken planuur in kunnen. Dat geeft mij de mogelijkheid om een 80 à 100 vierkante meter te spuiten met ene gevulde hopper. Dat geeft u dan ook het voordeel dat je niet continu naar je toestel moet lopen. Als je met emmers werkt, dan zet je de emmers onder het toestel. Met een emmer ga je maar 20 vierkante meter kunnen spuiten, dus dan ben je verplicht van heel veel naar je toestel te lopen. Daarom dat ik eigenlijk altijd met een hopper werk, gewoon om het gemakkelijk en efficiënt te houden. Het zijn ook altijd kant-en-klare zakken waar ik mee werk, dus raar en zelden nog product uit potten. De kant-en-klare zakken is dus gewoon op de hopper leggen en kan je dus eigenlijk met de rol drukken die daar druk je eigenlijk alle pasta uit je zak die dan in de hopper valt. Werkt gemakkelijk, werkt snel en het voordeel is dat je eigenlijk heel weinig afval hebt omdat je enkel ja, je lege plastieke zak hebt in plaats van altijd, als je met emmers werkt, ga je op een gegeven moment een heel hoop emmers verzamelen. En daarom probeer ik eigenlijk altijd zoveel mogelijk te werken met de hopper. De hopper is op dit moment ook nog gevuld, dus ook hier zit pasta in. Wanneer dat je de randen dan mooi proper maakt en de pasta goed naar beneden duwt en je dekt hem af met een plastic folie dat er geen lucht bij kan, dan kan hij ook niet uitdrogen. Dus dan maakt het in principe niet uit hoe lang dat de pasta in uw hopper zit.
Door het feit dat ik zowel mijn toestel gevuld kan laten als mijn hopper, wil dat ook zeggen dat als ik een werf opstart, dat ik eigenlijk heel snel aan het werk kan zetten. Mijn eigen aan het werk kan zetten. Omdat alles gevuld is, het is een kleine opstartprocedure en we zijn vertrokken. Ook als ik dat 's avonds gedaan heb, ben ik niet verplicht van hem helemaal te poetsen. En kan ik dus met een hopper de zijkanten proper maken, pas dan naar beneden duwen, plastiek daarop. En voor mijn toestel moet ik enkel aan de pomp zelf, de onderkant van de pomp, een beetje proper maken. En kan ik hem wegzetten. En dan is hij eigenlijk, staat hij terug klaar voor de verkeerde hop terug te gebruiken. Wat best wel handig is en wat mij toch wel wat snelheid geeft in werken. Om dus met je toestel te kunnen spuiten, ga je dus op je spuitpistool ga je een spuittip moeten installeren. Die spuitmond samen met spuittips, als je die natuurlijk daar niet gaat opzetten, ga je natuurlijk nooit daarmee kunnen werken. De spuittip is het belangrijkste item. Je hebt verschillende soorten spuittips. Spuittips, dat hangt af van wat soort materialen je gaat verspuiten. In dit geval plamuur. Maar je kan er ook verf mee spuiten. Je kan er luchtdichtingsmembranen mee spuiten. Afhankelijk van welk materiaal je gaat verspuiten, ga je dus eigenlijk je tip moeten gaan gebruiken. Voor het verspuiten van dunpleister werken we eigenlijk met de HDA-tips. Dat zijn de bruine tips van Graco. Die een bepaalde opening hebben. Iedere HDA-tip heeft een nummer, dit is de 531 HDA. HDA staat voor Heavy Duty Applications, dus waaronder dus dunpleisters effectief zitten. De nummer die we hebben, de 531, heeft allemaal te maken met de spuitbreedte en de hoeveelheid massa van materiaal er gaat doorgaan. De 531, het eerste cijfertje dat we hebben, de 5, wil eigenlijk zeggen dat de spuitbreedte van de tip ga je op een afstand van 25 centimeter, op een afstand van 30 centimeter van de muur één keer spuiten, ga je eigenlijk die 5, ga je maal 5 moeten doen, heb je 25 centimeter breedte. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ga je op een afstand van 30 centimeter van de muur één keer spuiten, dan gaat je spuitbreedte 25 centimeter zijn. De 31 wil eigenlijk zeggen dat dat de opening is van uw spuittip. Dat wil ook zeggen dat is de hoeveelheid materiaal dat er gaat uitkomen. Die 31 wil eigenlijk zeggen, is een inchvorm, is 0,031 inch. Dus afhangende van waar dat je mee gaat spelen met beide nummers, ga je ofwel meer materiaal kunnen verspuiten, op een breder spuitbeeld krijgen. Dat hangt er allemaal van af. Nu, om dunpleisters te spuiten, werk ik meestal altijd met de 5-reeks. En varieer ik zelf tussen de 531, wanneer ik oppervlaktes moet, kleinere oppervlaktes moet doen met veel hoeken en kanten. En de 535, wanneer dat ik grotere plafonds of wanden kan doen, pak ik veel liever een 535. Ik ga nooit in een 6-reeks gaan. Ik ga nooit ook kleiner gaan, want als je kleiner gaat gaan, gaat de plamuur er hoogstwaarschijnlijk niet door geraken en ga je de hele tijd verstoppingen krijgen in uw spuittip, wat natuurlijk niet de bedoeling is en wat natuurlijk uw efficiëntie van uw werk zwaar achteruit haalt. Daarom dat het altijd heel belangrijk is om met de juiste tip te werken, zodoende dat je eigenlijk een goed en continu werk kunt afleveren. Goed, inspuiten van de wand. Als ik werk met mijn unit, draag ik altijd een veiligheidsbril, omdat we toch wel, de unit staat nu op een 215 bar. Als we aan het spuiten zijn, draaien we ongeveer rond de 160 bar. Er zijn absoluut een aantal veiligheidsvoorschriften waar je rekening mee moet houden. Wanneer je het pistool niet gebruikt, zet je altijd je veiligheid op. Ook wanneer dat je veiligheid af is, ga je nooit met je handen voor de spuitmond komen. Omdat je dus ja, rond 160 bar komt dat eruit. Daar spuit je dus gewoon mee los door je huid. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je spuit ook nooit in de richting van iemand, ook niet voor de fun of zo. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Dus dat zijn professionele toestellen, die moeten gebruikt worden door professionals en ja, daar moet je natuurlijk eens een beetje van maken. Ik ga hier de wand inspuiten. Ik ga die, ik denk, eerst voor de helft inspuiten
En dan ga ik er met mes over en dan kan ik de camera desnoods een beetje herpositioneren, zodoende dat je een redelijk goed beeld hebt. Het spuiten op zich gebeurt meestal in een vloeiende beweging en ik overlap mijn banen altijd voor de helft. Wanneer dat ik gespoten heb, heb ik een gespikkelde structuur en ben ik verplicht van daar met een spakmes over te gaan om een mooi vlak geheel te trekken. Veiligheid af. Je ziet, vrij eenvoudig. De handeling van bewegen vergt natuurlijk wel enige oefening. Met een plamuur hangt daar nu tegen, voor ongeveer de helft. De bedoeling is nu dat ik met mijn spakmes dat vlak trek. Meestal doe ik dat in twee keer. Als ik juist gespoten heb, trek ik dat een keer vlak, met zo min mogelijk lijnen. En laat ik die een aantal minuten aantrekken. En ga ik daarna nog eens afspakken. Dan krijg je een veel mooier resultaat en een veel gladder resultaat nog. En dat opteert alleen maar, hoe dat ik de vorige keer ook heb gezegd, hoe beter je iedere handeling doet, hoe mooier het eindresultaat is. En in dit geval ook, want dit moet geschuurd worden, hoe makkelijker het gaat zijn om te schuren. Je hebt wel wat tijd om dit te verwerken. Dat wil dus ook zeggen, als je daar een volledige wand mee inspuit, heb je wel tijd om dat te verwerken. Het is niet omdat je het hier hebt ingespoten, je wand, en je begint daar en het is hier gedaan en je moet teruggaan, dat hem hier al uitgehaard is. Dat is absoluut niet waar. Je hebt voldoende tijd, er is voldoende open tijd om dus alles fatsoenlijk op te spuiten en dan met spakmes alles mooi af te messen. Ik ga er de eerste keer over. De bedoeling en de tip daarvan is, de gouden tip zal ik maar zeggen, is: het plamuursel dat je op je muur hebt gespoten, is de bedoeling dat er zoveel mogelijk op blijft. Het is niet de bedoeling dat we daar iets gaan afhalen. Het is echt nodig dat hetgeen dat op je muur zit, er ook op blijft. Dus met ons pakmes gaan we eigenlijk op het einde van de wand, gaan we eigenlijk proberen zo min mogelijk plamuur daarop te hebben. Hoe kunnen we dat doen? Door ons mes zo vlak mogelijk tegen de wand te houden. Ik heb nu twee keer getrokken en je ziet dat er bijna niks op zit. Ik werk mijn wand mooi verder af. Heb ik wat oneffenheden, probeer ik het minder aan materiaal dat ik toch op mijn mes heb staan daarvoor te gebruiken. Ik werk tot hier af. Ik heb tot hier gespoten. Dit laat ik nu even hangen. Zodoende dat een beetje kan aantrekken en dat we daar zelfs effectief kunnen gaan afmessen en dan is die klaar en kan die drogen. Ook nu weer zie je een minimum aan materiaal dat op mijn mes zit. Het merendeel moet op je wand blijven. Dat is de bedoeling. Het is niet de noodzaak van te zeggen, al hetgeen dat ik heb opgespoten ga ik er nu allemaal aftrekken. Nee, die laag die erop zit moet er effectief op blijven en zo min mogelijk op je mes. Ik ga ondertussen mijn tweede stuk spuiten. Ik heb mijn veiligheid opgezet. Ik zet mijn veiligheid terug af. Ja, veiligheid op. Omdat ik nu halverwege mijn muur ben gestopt, stel dat ik een heel groot project heb, ik heb 's avonds gedaan, ik zit juist aan een heel grote wand bezig en om een of andere reden zou ik die niet afkrijgen. Je kan gerust halverwege stoppen. Als je dan de dag daarna terug begint, spuit dan terug een klein beetje extra plamuur over de bestaande naad, zodoende dat je die mooi kan uittrekken. In dit geval is dat niet, want hier werken we nat en nat. De tijd is gewoon te kort. Ook hier weer, hetzelfde principe. Mijn mes redelijk vlak houden, ik duw daar wel wat op. Al het materiaal dat op mijn muur zit, wil ik dat op mijn muur blijft en zo min mogelijk op mijn mes. Ik probeer ook zo weinig mogelijk strepen achter te laten. Op de buitenhoeken moet je vooral soms een beetje letten, daar spuit je soms een beetje min op, omdat je wilt ook niet te veel langs je hoek spuiten. Dus dat kan zijn, wanneer je daar eens met je mes over trekt, dat je inderdaad ziet van, oh, ik heb wat tekort aan materiaal.
dat je dus eventueel materialen een beetje op je mes zet dat je daarvoor kan gebruiken. Voilà, mijn vlak is gebeurd. Hier maar even bijwerken. Hè. En dit kan ik nu even laten hangen en laten aantrekken, zodoende dat we dat zelfs volledig kunnen afmessen. De vraag die ik natuurlijk altijd krijg is, wanneer kan je dit afspakken? Wel, je kan dit eigenlijk afspakken wanneer dat er dus eigenlijk doffe plekken op uw wand verschijnen. Ik kan dat heel moeilijk laten zien met de GoPro, omdat dat niet zo evident is. Misschien als ik hem eventjes naar hier verplaats. Maar ik vrees er een beetje voor. Jawel. Dus hier zie je eigenlijk al een paar doffe plekken tevoorschijn komen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de plamuur zijn eigen aan het aantrekken is. En dat je eigenlijk wel dat je stilletjes kan beginnen om daar met je spakmes over te gaan. Dit geheel zal een beetje moeilijk zijn, omdat we daar straks met de hand al een laagje hebben opgezet. Maar ik ga het toch proberen. Het verschil op camera ga je bijna niet zien, omdat dit is eigenlijk iets dat je moet kunnen zien en kunnen waarnemen met het blote oog. Maar het is wel belangrijk dat je dat doet, om dus uiteindelijk een heel schoon resultaat te krijgen. Ik hoop dat jullie er iets van zien. Dat is iets wat je moet leren. De ene keer kan je die 10 minuten laten hangen. De andere keer kan je die maar 5 minuten laten hangen voordat je die moet afmessen. Ik kan daar moeilijk een tijd op plakken. Dat is iets wat je zelf in het oog moet houden. Dat hangt veel af van de weersomstandigheden, de warmte binnenin, de ruimte waar je bezig bent, de dikte dat je gespoten hebt. Daar kan ik u heel weinig over meegeven. Dat is iets dat je echt moet zien en echt moet proberen en ook echt moet doen om daar uiteindelijk uit te geraken. Dit is klaar. Dit kan drogen. Ik laat dat meestal een dag of 2-3 drogen en dan kom ik dat opschuren. Daarna kan de schilder daarop verder doorwerken.